Hallo, welkom bij een nieuwe video van Jong TV. Mijn naam is Maddie en we gaan vandaag artiesten interviewen. Wat is de reden dat je muziek maakt? De reden dat ik muziek maak? Ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. En ik kan mijn ei er goed in kwijt. Hoe lang doe je dit al? Ik denk vanaf 2018, 2017. Dus dat is nu 5-6 jaar geleden ongeveer. En wat is je artiestennaam? Hoe ben je erop gekomen? Mijn artiestennaam? Ja, mijn artiestennaam. Ik gebruik Jonias als artiestennaam. Met de Griekse ei. En ik heet Jonias met een J. Dat is mijn tweede naam. Zo heette mijn opa. Dus ik heb gewoon die naam gebruikt. Oké. Okay. Was het dat jij muziek maakt? Ei kwijt. Met mijn familie ook heel veel muziek gemaakt. En altijd mee bezig geweest, nooit gestopt. Dus daarom maak ik muziek. Hoe lang doe je dit al? Ik maak nu muziek sinds ik 8 ben. En serieus toen ik 10 jaar was, dus tel me op. 16 jaar, zoiets. Ja, zo 16 jaar denk ik wel dat ik muziek maak, ja. En wat is je artiestennaam? Mijn artiestennaam is Hitje. Ja, hoe ben je opgekomen? Ik heette eigenlijk Hitman eerst. En ik werd best wel benadeeld door die naam, ook gewoon met internet en met afspraken en workshops. Dus toen heb ik een hitje van gemaakt. En dat is eigenlijk hoe ik nu heet. Oké. Okay. Wat is de reden dat jij muziek maakt? Sorry? Wat is de reden dat jij muziek maakt? Om je creativiteit los te laten en gewoon dat ik het leuk vind eigenlijk. Doe je ook DJ? Ja, soms wel. Vaak één keer in de week treed ik ook op. En gewoon als hobby, zeg maar, doe ik het erbij. Hoe lang doe je dit al? Ik doe het nu ongeveer iets meer dan 8 jaar ongeveer. Ja, zoiets. En ik denk 5 jaar serieus. Wat is je artiestennaam en hoe ben je erop gekomen? Mijn artiestennaam is J. Jermaine. En daar ben ik op gekomen dat mijn tweede naam Jermaine is. En mijn eerste naam is Jordan. Dus dan J-Jermaine, zeg maar. Wat is de reden dat je muziek maakt? Nou, gewoon om mijn emoties kwijt te raken en gewoon voor mijn lol. Hoe lang doe je dit al? Bijna een jaar. Wat is je artiestnaam? Hoe ben je erop gekomen? Lil Sos, het is een afkorting voor mijn vader die mij verlaat op jonge leeftijd. Dit was de video alweer. We hebben vandaag heel veel mensen interviewd. Tot de volgende keer.